Marleen Lammers hier van Theater Het Voorhuis in Emmeloord. Dag Marleen, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb ook altijd zo'n gevoel op zo'n laatste dag van het jaar. Ik vind dat altijd heel lastig te omschrijven. Maar we eindigen iets en we beginnen weer aan iets nieuws. Nee. Heb jij niet? Goed. Nee. Dat was een, bedankt. Dat ja, alsjeblieft. Antwoord, maar het is niet echt een theaterdag. Nee, het is niet echt een theaterdag waar je aan theater denkt. Ik heb persoonlijk niet zoveel met oud en nieuw. Nee? Nee. Oh. Je doet ook geen vuurwerk af en geen oliebollen, niks? Ik heb dit jaar voor het eerst wel wat vuurwerk gekocht, omdat de jongens wat groter zijn. Maar dan moet je meer denken aan een sterretje, fonteintje, gewoon kleine dingen die voor hun leuk zijn. Hè? Ja, precies, ja. Okay. Maar in onze hele wijk, geen vuurwerk? Nee. Vuurwerkvrije zone. Waar ik avond naar buiten gaan, mijn buren die leer ik niet kennen hoor, met oud en nieuw. Het is maar uitgestorven. Ah, ook wel lekker rustig natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant, je verwacht als je naar buiten gaat, dat in ieder geval iemand wat qua vuurwerk doet. Ja. Maar helemaal niks. Helemaal niks. Dus, jullie zijn vannacht de enige. Ja, dan wel. Ja, achter een fonteintje zie je niet van ver, hè? Zo'n, dat is waar. Maar goed, het is natuurlijk wel leuk in de straat als mensen eventjes... Ja, zo is dat wel. Het wordt wel een beetje bij hem wel. Ja. Ja, in de verte zie je ook wel wat, hoor. Als je gewoon buiten gaat staan, een paar wijken verderop... er komt heus wel wat de lucht in. Maar bij ons in de wijk helemaal niks. Nee. Nou ja, goed, sommige mensen die zouden dat fantastisch vinden natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk vrijwillige vuurwerkvrije zones in Almere bijvoorbeeld. En dat zouden mensen prima vinden als iedereen daar aan mee zou doen. Nou, dan moeten ze in Lelystad komen. Komen ze hier wonen? Komen ze in Lelystad wonen, ja. Nou, ik zou zeggen van probeer ze over te halen. Theater Het Voorhuis. Doe je best. Je wil eventjes vooruitblikken naar over een maandje ongeveer. Nee, januari. Dus morgen is het januari. Dat is waar, ja. Ja. Als je het zo bekijkt, dan gewoon eventjes de komende maand wat we te zien hebben. Mm-hmm. En dat is mooi om met Guilty Pleasures te beginnen, 17 januari. Is echt een vriendinnenavond. Powervrouwen. Powered by Powervrouwen. Oh ja, Powered by Powervrouwen. Niet Powervrouwen, maar ze hebben wel, zou ik zeggen, daaraan meegewerkt en hun zegen gegeven. Ja, ja, oké. Zo moet je dat zien. En wie zijn dat dan, die Powervrouwen? Door wie dat Powered is? Ja, die doen dus nu niet mee, de Powervrouwen, bij wie het Powered is. Nu zijn het gewoon aan. Het is wel duidelijk zo. Het wordt een slecht verhaal zo. Zullen het gewoon zo wie spelen het begin? Dat bedoel ik eigenlijk. Peggy Vrijens zie ik staan. Ja, precies. Ja? En dan komt een DJ doet mee, een hele knappe kerel. Die heeft altijd Soul Brothers gedaan. Oh, ja? Ruben, ja. Ja? En nog een aantal dames doen mee. En wat zijn Guilty Pleasures? Dat zijn eigenlijk dingen die we allemaal leuk vinden, maar niet vooruitkomen. Nee. Dus moet je denken aan een foute uur muziek. Mensen die... Dat je stiekem gewoon Corrie Konings heel goed vindt. Ja, of lekker op Funda scrollen. Weet je, bij huisjes binnenkijken. Dat zijn guilty pleasures. Oh, is dat ook een guilty pleasure? Ja, dat is ook leuk. Guilty pleasure. Ja. Ik ben er ook heel veel schuldig aan. Ja, ik ook. Doet iedereen dat, hoor. Veel mensen. Ik heel leuk, ja. Mensen. Want kijken en wandelen naar binnenkijken en zo. Ja, heerlijk. Is 17 januari te zien om 7:15. Ja. Nog meer in januari? Rob en Emiel krijgen wij 2 keer op 1 dag, maar liefst. Zo? Wie zijn Rob en Emiel? Rob en Emiel zijn mind illusionisten. Ja. Het Victor Mits, maar dan nog niet bekend. Nou, Rob en Emiel zijn al wel echt een aantal jaren bezig. Ze hebben een keer ook het NK Magic gewonnen. Ze zijn echt al wel op tv en zo. Ja, ze zijn wel bekend al. Ja, oké. Okay. Ze gaan 2 keer een show doen. 1 keer 's morgens aan het begin van de middag voor kinderen. Echt voor jeugd en familie. Ja. En 's avonds komen ze voor volwassenen. Oké, okay, dus ze hebben echt die show helemaal aangepast aan het publiek. Ja. Leuk. Ja. Dus je kan ze 2 keer zien. Dus dat komt helemaal goed. En dat is op zaterdag 19 januari. Ja. Dus 2 keer om 2:30 's middags. En dan ook 's avonds nog een keertje om 8:15. En dan hebben we nog een voorstelling 3 keer. Fawlty Towers. Fawlty Towers, ja. Het moet toch uitverkocht worden alleen op naam al? Een paar jaar geleden zat hij echt helemaal vol. Dus we hebben hem nu 3 avonden, dus zijn nog kaarten. Wat kunnen mensen verwachten? We gaan in onze beurszaal gaan mensen dineren. Dus er wordt echt een mooie setting gecreëerd met tafels, stoelen. Oh. En je wordt dus bediend door de mensen die in dat hotel dan werkten in de serie. Hoe vind je het om John Cleese te krijgen in Emmeloord? Dat is toch heel fantastisch? Nou, echt. Dat is toch fantastisch? Ik lig er wakker van. Dat is toch hartstikke leuk? Hoe oud is die man inmiddels? Ruim 80, maar nee, dit zijn hele goede mensen die het nadoen. Zou maar hij komt niet echt. Nee, want dan was ik al uitverkocht. Dan had ik geen kaarten meer gehad. Hij gaat lekker maken. Ja. Nou, sorry, ik denk dat ik het nieuwjaar niet eens red. Je blijft er niet hangen, hè? Oh, oh, oh. Het is gewoon de spanning hier. Ja, het is de spanning. Nee, het is 3 avonden lang. Krijg je een 3-gangen diner. En dan word je dus bediend door de mensen die dus in de serie... niet de echte mensen, maar... Manuel en... Ja, precies. Zijn. Wordt niet gegooid met eten of wat dan ook. Je zit gewoon in het midden van het toneelstuk zit je. Ja. En dan wordt gewoon een hele leuke avond. Beetje zoals ze bij Sof ook doen, hè? Sof the Musical. Ja. Dan krijg je ook gewoon op het toneel zitten. Dan krijg je ook gewoon hapjes en drankjes. Hey, is dit Nederlandse? Zijn het Nederlandse acteurs? Nee. Of, het is Engels gesproken? Engels gesproken, maar wel heel toegankelijk. Het is wel gewoon te volgen en goed te doen. Oké. Okay. En is het misschien nog Nederlands ondertiteld? Zie je ook wel eens op zijn scherm erboven? Of is dat niet nodig? Nee, okay. Niet nodig. Die staan 3 keer op 22, 23 en 24 januari. En dat kost dan €69, maar daar zit dus dat eten bij. Inclusief 3 gangen diner. Dus als je het gaat terugrekenen, wat ben je in een restaurant kwijt voor 3 gangen? Ja.
dan valt het dus hartstikke mee. Zeker, ja. En ja. Het wordt verzorgd, het eten, door onze buren, hè, van Krankcafé Het Voorhuis. Nou, dan zit het sowieso goed. Ja, dat zit altijd stampvol daar. Ja, okay, dat is altijd volle bak. Ja. Leuk. Hey, en het nieuwjaarsfestival van komende week. Doen jullie daar ook iets mee of is dat alleen van Het Voorhuis, van het restaurant? Dat is, ja, dat doen wij dus niet. Dus wij verhuren dan, zou ik maar zeggen, ja, wel... Zullen jullie zaal, toch? Ja, precies. Ja. Maar dat is de verhuring. Dus wij organiseren niet, maar het gebeurt dan wel bij ons onder het dak. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Dan is dit het voor vandaag. Ja. Marleen, dank je wel en heel graag tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Fijn uiteinde. En kijk je uit met de kindjes en het vuurwerk afsteken? Ja. Die paar fonteintjes, maar toch. Ik zou heel voorzichtig doen, achter het raam. Dank je wel.